Wanneer we denken aan handhygiëne, dan denken we vaak aan handen wassen en dat klopt ook. Maar de laatste fase van dat handen wassen is het handen drogen. En daar hebben we het veel te weinig over. We hebben een studie gedaan in 3 landen, in Engeland, in Frankrijk en in Italië, waar we in echte ziekenhuizen, in echte toiletten van ziekenhuizen zijn gaan kijken op welke manier men eigenlijk het beste handen droogt. The study was designed by us in Leeds, myself and my colleague Dr. Best, and we all used the same methods to study the level of contaminations. What we found was a very consistent message that bacterial contamination in the environment of the washrooms was higher in the washrooms when they were using jet air dryers to dry hands, as opposed to when paper towels were being used. Wanneer we onze handen drogen met papieren zakdoekjes, dan komen de bacteriën die op onze handen nog zouden zijn na het handenwassen terecht op dat papieren zakdoekje en dat werpen we weg in een vuilbak. Wanneer we onze handen drogen in een jet air droger, dan komen onze bacteriën terecht in de toiletten en kunnen ze personen naast ons of die na ons komen infecteren en dat kan nooit de bedoeling zijn. Nous avons retrouvé des bactéries d'origine fécale comme les enterobactéries dans la poussière sur le sol et de manière plus fréquente quand on utilise les sèche-mains à air pulsé. Nous avons également retrouvé de temps en temps des bactéries qui se transmettent par les mains des soignants comme le staphylocoque doré qu'on connaît bien à l'hôpital. Het is zeker mijn mening dat op termijn, en die termijn zal niet zo lang zijn, dat die jet air drogers in de ziekenhuizen eigenlijk geen plaats meer gaan kennen. I think the takeaway message is that we very clearly showed that jet air dryers are associated with greater risk of transmission of bacteria in the washroom setting. And therefore, I don't think they are suitable at all for use in a hospital setting. And it would be much more preferable to use paper towels dispensed with appropriately than using these jet air dryers.